Van harte welkom. Dit is een nieuwe aflevering van het Koetshuis met in deze aflevering 3 gasten. Straks praten we met Frank Groen. Hij is van de PVDB. Ook Ans Dukesnooy is de gast. Zij is de fractievoorzitter van de VVD. Maar nu eerst in deze aflevering van het Koetshuis praten we met Laurens Verspuy, de wethouder Financiën. Laurens Verspuy, de wethouder Financiën. Voor ons ligt een heel mooi koffertje. De begrotingskoffer. Heel goed, alleen die is zo leeg als maar zijn kan. Nou, we werken veel digitaal tegenwoordig, hè? Dus er hoeft geen papier meer in. Nee, maar zonder dolle, er is geen geld meer in het wiel, hè? Maar toch een sluitende begroting. Nou, we hebben een sluitende begroting. Daarvoor hebben we nog wel 1,7 miljoen aan nieuwe ombuigingen moeten doen. Dat betekent geld wat eerst uitgegeven werd voor A, gaat nu naar B. B of extra geld erbij gefinancierd. Nou, op die manier krijgt die begroting sluitend. Voor 2018 staat er ook een mooie plus van ongeveer 7 ton. En de jaren daarna rond nul. Om nou even aan te geven voor de kijker thuis, hè? De totale begroting van de gemeente Tiel, hoeveel is dat? 120 miljoen. En daarvan is dan een substantieel bedrag wat vastzit in loonkosten en gaat zo maar door. Ja. Hoeveel is er nu zeg maar te besteden voor de stad zelf? Nou ja, dat is ook allemaal voor de stad zelf. Dat begrijp ik, maar ja. Echt waar je nog kunt zeggen van nou, daar kunnen we zus voor doen of zo. Nou, dat vind ik een lastige vraag. Ongeveer dan. Omdat je ook voor een heel veel wettelijke taken aan de lat staat, maar je nog wel invloed kunt hebben als gemeenteraad over met welk kwaliteitsniveau en hoe je die wettelijke taak ook uitvoert. Dus er is meer te spelen dan alleen het flexibel deel als het ware in de begroting. Nou, maar goed, ongeveer. Nou ja, tientallen miljoenen. Oké. En het was spannend, hè? Ook het afgelopen jaar met natuurlijk de tekorten op het sociale domein. Toch is dat gelukt. Klopt, en we hebben ook echt binnen het sociaal domein gekeken waarom we weer konden ombuigen om dat weer ook in de groene cijfers te krijgen. We hebben altijd gezegd van zorg, geld dat we voor de zorg krijgen besteden we daar ook aan. Maar we hebben ook gezegd van we proberen het ook met die middelen te doen. Mm-hmm. Nou, duidelijk is dat op jeugdzorg er geld bij moet. Dat betekent dat elders in het sociaal domein middelen moeten worden gevonden om dat te kunnen compenseren. Was dat nou een hell of a job? Nou, dat is altijd lastig natuurlijk, hè, want overal zitten belangen aan, overal raakt het inwoners. Dus dat probeer je op een zo zorgvuldig mogelijke manier te doen, dat de samenleving er zo weinig mogelijk last van heeft. Ja, terug naar die begroting, waar ben je trots op? Ik ben er trots op dat we in moeilijke tijden, en dan pak ik eigenlijk het voorstuk erbij, hè, vanuit het uitbreken van de financiële crisis in 2008, hebben we ruim 13 miljoen euro bezuinigd in Tiel. Even nog terugdenkend aan net van hoeveel te beïnvloeden valt, is dat een enorm bedrag. En wat ik ontzettend knap vind, is dat we samen met de gemeenteraad zoveel mogelijk, dat lukt natuurlijk niet altijd, maar zoveel mogelijk inwoners hebben weten te ontzien. En dat we voorzieningen zoveel mogelijk overeind hebben weten te houden. En toch een sluitende begroting hebben. En uitgebreid, kijk naar Zinder. Klopt, ja. Is dat ook voor jouzelf zeg maar belangrijk geweest om dat uiteindelijk te kunnen realiseren? Nee, ik vind het belangrijk voor de stad dat we een centrum voor de kunsten hebben in Tiel. Ik vind het voor de stad ontzettend belangrijk dat we een goede bibliotheekvoorziening hebben in Tiel. Nou ja, gemeentes om ons heen hebben dat allemaal wegbezuinigd. In ieder geval het centrum voor de kunsten wel. En in de bibliotheek is vaak ook het mes gezet. En ik ben er wel trots op dat we dat in Tiel hebben weten te behouden. Er is 7 ton voor nieuwe uitgaven beschikbaar. Dat wordt onder andere gefinancierd door de stijging van de OZB. Met hoeveel procent? Komend jaar gaat de OZB met 10,3% omhoog. Dat is flink, hè? Dat is flink, maar we hebben het ook 10 jaar lang niet gedaan. En we hebben 4 jaar geleden al afgesproken dat het overgrote deel van die stijging, 7,5%, ten goede komt aan het verbeteren van de huisvesting van het voortgezet onderwijs in Tiel. Ook dat is hard nodig. Dat is ook uit het verleden, hè? Dat er te weinig geld is gereserveerd, eigenlijk niet om die panden op te gaan knappen. En dat gaat nu wel gebeuren. Maar wordt dat ook nog een hell of a job, om het zo maar te zeggen? Want er is afgesproken, destijds toen was het nog volop crisis, om het voor een bepaald bedrag neer te zetten. Nu trekt de bouw aan. Oftewel, het zal duurder gaan kosten.
dan dat het bijvoorbeeld 5 jaar geleden gekost zou hebben. Klopt, en we hebben het ook in een aantal fases onderverdeeld, omdat het voortgezet onderwijs zich uitspreidt over een aantal panden en er ook een nieuw pand bij komt. Nou, dan praat je over de locatie Heiligerstraat, maar ook de Thijsselmanlaan. Precies, en er komt eigenlijk de Tielerwaardlaan bij, omdat daar de nieuwe MAVO aan gevestigd wordt. Dat is wel op het terrein van de Thijsselmanlaan, maar is wel een zelfstandig eigen locatie straks. En dat kun je niet allemaal in één keer, want dat is gewoon veel te groot. En je moet ook ergens met de leerlingen naartoe in de tussentijd natuurlijk. Dus dat is over een aantal jaren uitgesmeerd. En je ziet nu wel de bouwkosten enorm stijgen, min 8% per jaar. In onze begroting gaan we uit van het normale inflatiecijfer voor consumenten. Dat is ongeveer 1% per jaar. Dus ja, dat gaat uit elkaar lopen. Nou ja, we zitten op dit moment te kijken van aan welke knoppen kun je draaien om dat weer bij elkaar te krijgen. Oftewel, haast is geboden. Haast is geboden, maar dat geldt voor alle bouwprojecten in de gemeente Tiel die nog op stapel staan. Hè. We hebben het over het zwembad volop in de politiek. We hebben het over het IKC in Passewaaij. De bouw stijgt enorm. Ik krijg ook echt geluiden van hartstikke leuk als jullie iets willen bouwen in Tiel. We hopen dat we in 2019 nog wel ergens een gaatje voor jullie hebben als bouwer. Mm-hmm. Dus ja, dat zijn wel enorme signalen van, natuurlijk. Maar het is dus ook alweer het prijsopdrijven gebeuren vanuit de markt gebeurt al. Ja, maar ook van dat de markt zegt van ja, we hebben zoveel projecten, we zitten vol. Bij het Zindercomplex, zullen we maar zeggen, is dat uiteindelijk allemaal goed afgerond? Nou ja, we wachten er natuurlijk nog op van het definitieve oordeel van de bouwer zelf. Hè. Wij vinden dat we klaar zijn, het is opgeleverd. Nou, de bouwer zei ergens begin van het jaar, nou, we komen tekort. Ja. Dus er was een dispuut. Klopt. Hoe staat het ervoor? Vooral met betrekking tot de sanering, daar zit het hem in. Nou ja, het laatste contact was vanuit januari, dus we hebben een hele tijd niks gehoord. Dus het is aan de bouwer om aan te geven of zij daar nog verder in willen. Natuurlijk staan we altijd open voor een gesprek. Dan kom je er niet uit, dan is ook beschreven hoe dat zich voltrekt. Dan zal de bouwer zich moeten melden bij de Raad van Arbitrage. Daarover schiet ineens te binnen. Hoe staat het met de bioscoop? Kun je daar iets over melden? Ja, we zijn al geruime tijd bezig met besprekingen met het contract. Ja, dat moet komen in de oude bibliotheek, hè? Klopt, voor alle duidelijkheid. Die moet plat. Nou ja, the devil's in the details, dus dat zijn we nu aan het uitonderhandelen. Volgens mij staat er binnen enkele weken een gesprek met de bioscoop weer op tafel om te kijken of we dat ook kunnen afronden. Kun je al een termijn kenbaar maken van wanneer het een en ander gerealiseerd zou zijn of is dat nog te vroeg? Nou ja, als we er nu op kortere termijn... Want de bedoeling was om het meteen te doen, hè? Ja, als we er nu op kortere termijn uit kunnen komen, dan hoop ik echt dat in 2018, als het ware, de betonmolen gaat draaien voor de bioscoop. Wat een beetje pijnlijk was tijdens die begrotingsraad, was dat er uiteindelijk 17 stemmen voor waren, maar ook 10 tegen. Wat doet dat met de wethouder? Dat is jammer natuurlijk, want je hoopt natuurlijk dat een begroting door zoveel mogelijk partijen wordt aangenomen. Goed, een deel van de oppositie wilde dat niet doen. Ja, men stemt daarmee tegen alle uitgaven die de gemeente gaat doen het komende jaar. Terwijl volgens mij de pijn zich concentreerde op een aantal dingen. Ja, dan neem je nog wel een verantwoordelijkheid door te zeggen van wij nemen geen verantwoordelijkheid voor alle uitgaven in de gemeente toe. Ja, dus het is of alles of niets. Nou. Ja, maar je kunt ook zeggen van we stemmen in met een aantal kanttekeningen, dat had ook gekund. Ja, maar dat is niet gebeurd. Nee. Het zijn jouw laatste maanden, hè? Klopt, ja. Ja, ik ben er nog niet zo mee bezig geweest. De begroting stond natuurlijk eerder op het programma. Maar nu die begroting achter de rug is, ja, dan begint het wat, ik wil niet zeggen leger te worden in de agenda, want er is nog echt genoeg te doen. Maar dan is het grote politieke werk rondom die begroting geweest. Ja, een diepe zucht? Nee, ja, geen diepe zucht. Het is in een roes voorbijgetrokken de afgelopen 12 jaar. Maar we hebben nog een paar maanden te gaan, dus daarin hoop ik nog veel te kunnen doen. Wat ga je dan onder andere doen? Nou ja, wat staat er nog op schema? Ik hoop de bespreking rondom de bioscoop af te ronden. En nou ja, het strekt zich uit tot in het voorjaar, dus dan wordt ook alweer de perspectievennota opgesteld. Dus ik probeer ook nog weer voor het volgende financiële jaar
de boel zo voor te bereiden dat de nieuwe club daar makkelijk mee aan de gang kan. Ja, de Center voor het Rijk, hè, wat vanuit het Rijk zelf komt, dat is nogal grillig, hè? Dat is nogal grillig, maar dat is op zich wel positief nieuws. Dat het regeerakkoord, dat lijkt erop dat er nog wel aardig wat geld richting gemeente komt. We schatten dat zelf in tussen 1 miljoen en 1,5 miljoen structureel. Dus dat is, dat zijn mooie bedragen. Dat is mooi voor de volgende club die er komt. Dat is mooi voor de volgende club. Ja. Ze hebben zelf dat nog niet aangegeven. Dus we hebben er zelf van gezegd, ook bij deze begroting, we rekenen ons daar niet rijk mee. Schrijf het met potlood in uw gedachten erbij. Maar daar komen we dan in het voorjaar op terug. Tot slot, even naar de actualiteit. Het zonnepanelenpark in Averzaat. In het Bloesemakkoord stond dat er dat Tiel dat de bedoeling is om cijfertjes te halen als het gaat om groene energie. En niet alleen in het Bloesemakkoord, maar we hebben gewoon al jaren beleid van dat we naar een duurzamere gemeente willen. Ja, dus toen er een verzoek kwam om een groot zonnepark in Averzaat neer te zetten, zei de wethouder van nou, dat omarmen we, want dat staat, daar zijn wij voor. Nou ja, dan vraag ik te kort door de bocht. Daarvoor hebben we als college gezegd van daar willen we in principe als basishouding aan meewerken. Maar daar hebben we ook wel een aantal voorwaarden voor. Mm-hmm. Maatschappelijke inpasbaarheid, het betrekken van de inwoners enzovoort. Dus er zijn nog wel een aantal stappen te nemen voordat er, en ook zeker door de Raad, definitief een besluit kan worden genomen. Ja, dus dat er geroepen wordt van en dit en dat en tekort daar en tussen zo, dat is eigenlijk voor de fanfare uitlopen. Nou ja, het is goed dat bezwaren op tafel worden gelegd, want dan kun je er ook wat aan doen. Mm-hmm. Dat is ook echt de taak van de initiatiefnemers om daar volle vaart achter te zetten. Er is nog niet zo lang geleden een informatieavond ook geweest met omwonenden en met de initiatiefnemer erbij. Volgens mij is dat in die zin goed verlopen, dat daar van alle andere dingen zijn uitgewisseld. En volgens mij is dat een goede basis om verder in gesprek te gaan, om te kijken van wat zijn de bezwaren en hoe zou je dat kunnen inpassen. En daar wat mee kunnen doen. En de Raad uiteindelijk beslist. En de Raad beslist het wel. Oké. Okay. Tot slot, wil je nog iets toevoegen? Nee. We zijn eruit. We zijn er. Hè? Nou, oké. Okay. Dan dank ik jou bij deze van harte voor het gesprek. In het Koetshuis nu te gast Ans Dukesnooy. Ans, van harte welkom, fractievoorzitter van de VVD. Ook u hebt de begrotingsraad meegenomen, of mag ik je zeggen? Je mag zeker je zeggen, ja. Die VVD is natuurlijk coalitiegenoot. Klopt. Tevreden? Wij zijn heel tevreden, ja. Begroting was sluitend. We hebben zelfs nog voor de komende tijd een klein beetje reserve. Dus we hebben wat overgehouden. Wij zijn heel tevreden, ja. Die reserve, vertel. Wat gaan we daarmee doen? Dat weten we nog niet precies, maar het is in ieder geval iets kleins achter de hand waarvoor als er iets komt dat je zegt van nou ja, misschien kunnen we het daaraan besteden. Maar eigenlijk of misschien eigenlijk gaan we de weerstandsreserve ermee vullen. Hè? Eigenlijk is er helemaal geen geld meer om iets echt, te doen. Nee. Maar goed, er zijn wel een aantal punten binnengehaald, ook namens de VVD. Eentje daarvan is bijvoorbeeld beveiligingen passen wij met een camera. Ja, waarom? Er zijn de laatste tijd weer heel veel hangjongeren op het winkelcentrum aanwezig. Er hebben mensen last van, ze worden soms geïntimideerd. Er gebeurt daar van alles. Een tijdje geleden heeft daar een mobiele camera gestaan. Toen is dat probleem een heel eind weg geweest. De camera is weg en de jongeren zijn weer terug en mensen hebben er gewoon last van. Dus samen met de Partij van de Burgers en het CDA hebben wij een amendement ingediend waarin we vroegen om een permanente camera. En dat is gehonoreerd door de Raad, dus daar zijn we heel blij mee. Die camera is alleen voor Passewaaij of gaat die zeg maar door Tiel heen? Nee, dit is alleen voor Passewaaij. Dus die blijft daar camera. Permanent? Blijft daar nu permanent. Datzelfde is in Rauwenhof in dat winkelcentrum ook gebeurd. En gebleken is dat ook daar de overlast heel erg is teruggelopen. Dus wij zijn er blij mee. ChristenUnie is uiteindelijk ook meegegaan met het amendement. Maar had daar wel een kanttekening bij van ja, het is niet de bedoeling dat we heel veel vol gaan plakken met camera's. Nee, maar dat is niemand zijn bedoeling natuurlijk. Kijk, waar het nodig is, zijn wij daar in principe voorstander van. Maar het is natuurlijk ook niet een heel Tiel nodig. Alleen, het kan gebeuren dat het hier en daar wat meer voor gaat komen. Dat zou ik me kunnen voorstellen. Dat zie je ook in andere plaatsen en steden. Dus waarom in Tiel niet? Nou, hopen dan dat die leefbaarheid daar in het winkelcentrum omhoog gaat. Dat hoop ik ook, ja. Dat weet ik bijna wel zeker.
Die begrotingsraad was relatief vroeg klaar. Dat kwam ook eigenlijk omdat er weinig te kiezen viel, hè? Qua centjes uitgeven naar een project of wat dan ook. Simpelweg omdat ze er niet zijn. Dat klonk ook een beetje door in de beschouwingen van de verschillende partijen. Eén van die partijen vanuit de oppositie, Sociaal Tiel, die mevrouw had een verhaal over, ze snapte het niet. Er werd geïnvesteerd in stenen, niet in mensen. Maar er was geen tegenbegroting en daar ageerde u nogal tegen. Nou, dat klopt. Punt één vind ik dat het geen begroting was die alleen maar over stenen gaat. En zeker niet dat de andere partijen, want dat was ook een beetje wat zij zei. Hè? U geeft allemaal maar aan dat het over stenen gaat. Dat is niet zo. Waaronder wij hebben over zorg gesproken, we hebben over cultuur gesproken, we hebben het over scholen gehad, over allerlei dingen, dus daar was ik het niet mee eens. En bovendien vind ik als je in je eerste betoog al zegt van wij gaan tegen die begroting stemmen zonder dat je het college de kans geeft antwoord te geven op je vragen, ja, dan vind ik, dan zou je eigenlijk toch met een tegenbegroting moeten komen. Daar heb ik ook om gevraagd. Ja, als je dat niet doet, dan zeg je eigenlijk van joh, als je dat dan niet hebt, houd dan je mond dicht. Of is het, nou, ik wil niet zeggen dat iemand zijn mond dicht moet houden, maar ik denk, in mijn ogen was dat gewoon niet zo verstandig. En ik vond het ook jammer dat je, als je dan zoveel problemen hebt met de begroting die voor ligt en ook met de voorstellen die voor liggen, ja, dat je dan gewoon nu zegt ik snap het niet en ik ben daar tegen. Dat vind ik gewoon heel jammer. Dat is ook lastig uit te leggen, denk ik. Ja, dan krijg je ook een beetje een zuur sentiment, hè, tijdens zo'n dag. Is dat terecht of niet? Nee, dat was helemaal niet terecht. En ik vond ook niet dat het sentiment zuur was. En de VVD was verder ook heel tevreden. Dus nee, dat vind ik niet. Nog andere punten die binnengehaald zijn door de VVD. Eigenlijk een stokpaardje van jouzelf. Heeft te maken met AED's. Ja, wij vinden het als VVD, maar inmiddels als hele raad, wij vinden het belangrijk dat Tiel hart veilig wordt. En dat wil zeggen dat mensen, als er een noodtoestand komt, dus iemand krijgt een hartstilstand, dat er overal in Tiel AED's beschikbaar zijn, zodat vrijwilligers die daarvoor opgeleid zijn, heel snel naar die persoon in kwestie toe kunnen. Dat gaat via een app. En dat die mensen dan vast kunnen reanimeren voordat de ambulance er is. Want een ambulance, maar dat is er toch al? Nee, dat is er niet. Het is wel zo dat hier en daar in Tiel zijn al AED's. Er is geen heel overzicht, daar zijn we wel mee bezig. Maar nu is de bedoeling dat het echt over heel Tiel uitgerold wordt. En de VVD is daar heel blij mee dat de raad dat ondersteund heeft. En kosten daarvan? Want dat betekent dus meer AED's. Nu schijnt het zo te zijn, want het is in hele grote delen van Nederland is dat al. Hele provincies hebben het. Mm-hmm. Dat vaak gesponsord wordt door bedrijven. Bedrijven hebben vaak ook zelf die AED's in huis. En de bedoeling is dan dat ze, omdat ze nu binnen zijn, dat ze dan naar buiten geplaatst worden. En dat gesponsord wordt. De kosten van het gebruik van de AED, dat zijn elektroden, mocht het nodig zijn om zo'n ding in te zetten. Hè, gaat vanaf volgend jaar, heb ik begrepen, in de basisverzekering. Dus het is geen iets wat heel duur is en wat gaat drukken op de begroting van Tiel. Dus, dat hoeft niet. Dus enerzijds, er zijn er al veel, er moeten er nog meer komen. We weten niet hoeveel. Maar het gaat meer om dat het gestructureerd wordt. Het wordt gestructureerd en de bedoeling is dat meer mensen opgeleid worden om zo'n AED te kunnen bedienen. Mm-hmm. Daar heb je verschillende organisaties voor die dat weer doen. Het zijn echt vrijwilligers. Ik heb me nog deze week nog wat ingelezen en toen daar stond ergens dat meer dan 170.000 mensen in Nederland hier al aan meedoen. Dus vind ik dat het voor Tiel ook heel belangrijk is. Goeie zaak dus. Ja, vinden wij wel. Even naar de actualiteit. Het zonnepanelenpark in Avezaath. Daar is veel om te doen. Kun je uitleggen wat daar precies speelt? Nou, wat daar speelt is dat er twee bedrijven zijn die de wens hebben geuit om zonnepanelen te gaan plaatsen op grond die van hun is. En dat is bewoners, op zich niet spannend natuurlijk. Alleen nee, het gaat om hele grote parken. Het gaat om hele grote parken. Voor de beleving, waar praten we over? Ik dacht om iets van meer dan 50 voetbalvelden in het totaal. Oké. Ja. Ja, dat is dus heel veel. Dat is heel veel, ja. Ja. Nou goed, en als je mensen daar in dat dorp, landelijk, het is een landelijk uitzicht, zullen we maar zeggen. Ja. Als je dat volzet met zonnepanelen, kan me voorstellen dat je daar niet happy van wordt. Dat kan ik me misschien ook voorstellen. Wij hebben als VVD veel brieven gekregen van inwoners. En komende week hebben we ook gesprekken met die inwoners. En dan zullen we daarna kijken hoe ons standpunt hierin is.
Wat is het standpunt als het gaat om zonne-energie van de VVD in Tiel? Nou, in principe vinden wij natuurlijk dat Tiel ook duurzamer moet worden. En we zullen dat met z'n allen moeten doen in heel Nederland. Dus er zullen naar mogelijkheden gezocht moeten worden om te vergroenen, zeg maar. Ja, en is dan, zeg maar, maar dat is misschien voor de vervaren uitlopen, is niet de ideale plaats om dat in nu natuurgebied te zetten. Dat moet natuurlijk allemaal uitgezocht worden. En waar is de beste plaats om zonnepanelen te plaatsen? Bijvoorbeeld wat nu gaat gebeuren bij de Avri, dat is natuurlijk prima. Ja. En of dat in Averzaat is, ja, daar moeten we ons over beraden. Is de VVD blij met de uitkomst rondom de oplossing voor het vijverterrein? Ook daar moeten we ons nog over beraden, want het komt komende week in de commissie. Wat komt daar precies in die commissie? Dat heb ik eerlijk gezegd nog niet gelezen, maar ik heb begrepen dat daar het voorstel in komt om aan de Raad voor te leggen of dat wij akkoord kunnen gaan met het nu, om dus de financiële zaken zo te regelen dat het gerealiseerd kan worden. De aanpassing van het bestemmingsplan komt dan in een latere fase? Dat komt later, ja. Maar het is eerst het principebesluit natuurlijk. De wethouder heeft een overeenkomst getekend met de heer Reuvers. En wij zullen dat gaan bekijken volgende week. Maar wel een goed gevoel bij. Ik heb er wel een heel goed gevoel bij, ja. Natuurlijk wordt dat dan een mooi stukje Tiel. En daar gaat het om, hè? Daar gaat het om. En ik denk ook als het mogelijk is dat het financieel ook haalbaar is, dan denk ik dat we daar een heel mooi stukje Tiel krijgen zelfs. En daar is de VVD heel blij mee. Deze periode van 4 jaar in de Raad zit er bijna op. Volgend jaar de verkiezingen. Wordt het spannend? Ik denk dat het heel spannend wordt, want dat is altijd met verkiezingen. Je weet gewoon niet hoe iets lopen gaat. Dus ik denk dat het spannend wordt, ja. Ja, binnen de VVD is het allemaal redelijk helder, hè? Binnen de VVD is het redelijk helder, denk ik. Maar de ledenvergadering gaat nog over de lijst, dus de beslissing wordt binnenkort genomen. Tuurlijk, maar de wethouderskandidaat is Marcel Melissen. Fractievoorzitterschap zal bij jou terechtkomen. Dat weet ik niet, hè? Of de leden moeten natuurlijk anders beslissen in alle wijsheid. Fractievoorzitter wordt bij ons door de zittende raadsleden gekozen. Oké. Dus dat is pas later. Dat gaan eerst de leden? Nee, dat doen niet de leden. De leden bepalen de lijst. En de fractievoorzitter wordt door de raadsleden die dan gekozen zijn benoemd. Nou, heb je nog zin in een komende periode van 4 jaar? Ik heb er nog heel veel zin in, ja. Er is nog genoeg te doen in Tiel? Ik denk dat er heel veel te doen is in Tiel. Wordt dat een moeilijke periode? Want ja, centjes zijn er eigenlijk niet zoveel. Ik denk dat het wel moeilijker wordt in die zin dat je gewoon... We zullen beslissingen moeten nemen van wat kunnen we nog doen? Waar gaan we naar kijken? En zeker omdat je ook niet weet hoe het met het sociaal domein loopt. Er komt wel wat meer geld vanuit het Rijk. Maar ja, dat heb je ook te gebruiken misschien voor een stuk van het sociaal domein. Dus het wordt financieel wel wat moeilijker, denk ik. Maar goed, er wordt wel ingezet op een nieuw zwembad. Er wordt zeker ingezet op een nieuw zwembad. En dat zou financieel ook haalbaar moeten kunnen zijn. Omdat wij geven nu jaarlijks bijna €500.000 uit aan het zwembad. Ik heb het exacte bedrag niet in mijn hoofd. En met dat geld zou je misschien een nieuw zwembad kunnen bouwen. Vorige week zijn een aantal raadsleden en wethouder, maar ook mensen van de zwemverenigingen. Ja, in Zwolle en in Zutphen zijn we geweest. Ja. En ik denk als je daar naar kijkt en als je dan naar de verhalen van die projectleiders daar luistert, wij zijn heel goed voorgelicht daarin, dan denk ik dat de mogelijkheden er zijn. Maar ook dat zal op ons tellen passen worden. Moet je dan denken aan het terugbrengen van de jaarlijkse kosten, dat je met dat geld wat je overhoudt, zeg maar, uiteindelijk een pand neer kunt zetten? Ik denk dat je moet proberen het kostenneutraal te doen. Hè? Mm. En dat duurzaam zeker, dat wordt er heel belangrijker in. Ja. En waar gaat de VVD voor? Want er zijn een aantal opties, 3 en 4. 4 is met alle toeters en bellen erop en wellness. En 3 is een zwembad met wedstrijdgelegenheid. Ja. In principe gaan wij voor 3. Natuurlijk hoop je dat 4, dus wat meer mogelijkheden, dat het mogelijk zou zijn. Maar wij gaan voorlopig voor 3, omdat we denken dat dat realistisch is. Zouden er later, of misschien wel heel snel, financiële mogelijkheden zijn om het uit te breiden, dan kan dat altijd nog. Nou, daar gaan we vanzelf mee maken. Zeker. Hey, spannende tijden. We gaan elkaar zeker nog spreken de komende tijd als het gaat om de Tielse politiek. Heel graag. In het koetshuis is nu te gast Frank Groen van de PvdB. De begrotingsraad is geweest. Jullie stemden tegen. Waarom? Nou, dat zat hem eigenlijk voornamelijk vast op één onderdeel. Dat ging over het PGB ten aanzien van het leerlingenvervoer. De manier waarop we daar zeggen, de PvdB had daar graag een andere discussie over willen hebben. Breder. Er werd ingesproken.
Ja. Door een, er was best wel een emotioneel verhaal van een ouder waarbij dat kind vervoerd wordt. En zij hebben zelf voor dat vervoer mogen zorgen, althans mogen kiezen. En dat is nu van de baan. Ja. Daar komt het eigenlijk op neer, hè? Ja, nou, we hebben daar goed naar geluisterd. We hebben ook geluisterd naar de wethouder, die uiteindelijk ook even aangegeven. Nou, er is nu eigenlijk geen keus, want alles wordt collectief geregeld. Mm-hmm. Hè? Alles wordt collectief ingekocht. Maar wij hadden graag als partij gezien dat we vooraf met die ouders in gesprek gingen en niet achteraf. En we hebben onszelf destijds hard gemaakt om dat zo te krijgen. En nou, het is een jaar of twee of drie geleden dat was ingevoerd. Hè, dat mensen zelf met het PGB-budget konden kiezen voor welke vervoerder. Dat wordt nu dus weer teruggedraaid. En dat is om een bezuiniging te halen? Is het te duur gebleken? Nou, er wordt geacht dat er een bezuiniging op mogelijk is. Ja. Niemand weet of dat zo is. En als dat al zo is, dan kun je jezelf afvragen of je voor die kwetsbare groep de bezuiniging leidend moet zijn. Volgens mij willen we gewoon goed vervoer en willen we dat voor die kinderen goed regelen. En wie zijn wij om die ouders dat te ontnemen? Er was een onderzoek gedaan, hè? En daar blijkt niet uit dat het om 100% van de ouders gaat, maar een gedeelte daarvan. Ja, maar je kunt je ook afvragen of de ouders juist geïnformeerd zijn over de consequenties als ze dus aangegeven hebben van het maakt mij niet uit. En die discussie hadden wij graag vooraf willen hebben, want dan hadden we dat kunnen vragen. Dan hadden we dat van ouders of betrokkenen, hadden we dat kunnen horen. En als je dat nu niet weet en er wordt wel geacht dat je daar een beslissing over neemt, dan is voor wat ons betreft maar één ding leidend. En dat je bedoelt is dan te zeggen van als gezegd van nou, als we zeg maar, als u de keus niet meer hebt om zelf dat vervoer te regelen, wat vindt u dan? En dan was het percentage, dat zeg jij nu, van het maakt mij niet uit, dat maakt ons derde. Niet uit, was dat minder geweest of anders geweest? Nou, wellicht, dat weten we dus niet. Nee. Dat blijft dus koffiedik kijken, maar dat hadden we dan wel graag van tevoren willen weten. En dan had je met elkaar in gesprek moeten gaan. En dat is altijd leidend bij ons in zulke discussies. Maar voor andere zaken heeft de PVDB wel voorgestemd. In de begroting? In de begroting. Ja, zeker. Maar het is ook niet zo dat we helemaal tegen die begroting zijn. En de wethouder heeft net ook aangegeven, je zou kunnen zeggen voor, maar op die zaken niet. Ja, dat was het dan maar niet de keus. En het is gewoon verkeerd geland bij ons in de fractie. En dan loopt dat zo. Wij hebben niet van tevoren gezegd, nog voor dat het college antwoord heeft gegeven, wij gaan tegenstemmen. Die keuze is daar op dat moment gemaakt. Oké, als we naar die begroting kijken, is dat dan ook de PVDB, terwijl jullie in de oppositie zitten, wel tevreden? Grotendeels tevreden, maar we hebben natuurlijk al 4 jaar geleden aangegeven dat je natuurlijk best ambities mag hebben. Maar dat wij vinden dat het af en toe wel een onsje minder had gemogen. En dat blijkt nu ook, omdat we nu dus eigenlijk financieel een beetje op slot zitten. Als je nu moet gaan begroten met een eventuele meevaller die je van het Rijk krijgt, dan is dat vrij onzeker. En daar hadden wij liever iets anders gezien. Dat wil niet zeggen dat we overal tegen zijn, dat hebben we ook nooit gezegd. En welke zaken zijn dan voor de PVDB van belang? Nu? Of bedoelt u in de toekomst? Ja. Nou, wat wij graag zouden willen zien is dat we voldoende financiële middelen hebben om bijvoorbeeld de zwembad te realiseren. He, daar zijn we met z'n allen nu druk mee bezig. Ja, zeker. Maar dat was een tijd lang onzeker, want anders was het wegbezuinigd geweest. He, nu zijn we als gehele raad weer bezig om te kijken, constructief te kijken, hoe krijgen we weer een mooi zwembad in Tiel. En die discussies die gaan ook nog weer plaatsvinden. Er is een afvaardiging van onze raad wezen kijken in andere gemeentes. Mm-hmm. En dan kun je met elkaar praten. Maar 3 jaar geleden werd er gewoon gezegd, we gaan het niet meer doen. Ja, of we moeten maar privatiseren en dat lukt uiteindelijk niet. Dat is financieel niet haalbaar. Dus daar zijn wij als partij alleen maar blij mee dat we nu weer dat gesprek met iedereen aan kunnen gaan. In de vorige aflevering van het Koetshuis waren Wim Reuvers en de wethouder Brinken te gast. En je hebt het expliciet genoemd als een klankbord en een steun en toeverlaat als het gaat om het vijverterrein. Ik heb het gehoord. Wat is jouw rol daarin geweest? Nou, mijn rol is net als alle andere rollen een stukje van de schakel. En iedereen is daarin even belangrijk. Het is eigenlijk gewoon gekomen uit nieuwsgierigheid 3,5 jaar geleden. Ik wilde gewoon weten wat er in dat dossier speelde. En er werd best wel veel aan ons gevraagd. Ik zat destijds ook nog in de commissie ruimte toen ik net in de raad kwam. En daar kwamen die dossiers van de familie Reuvers die kwamen voorbij. En wij vonden als partij dat als je een beslissing ergens over moet nemen, dat je in ieder geval moet weten wat er speelt en wat de achtergrond daarvan is. Nou, dat bleek iets meer werk om dat uit te zoeken dan 2 dossiers lezen. Mm-hmm. Er zijn inmiddels 2 verhuisdozen geworden. Maar zo ben ik er eigenlijk ingekomen. En uiteindelijk raak je betrokken bij het hele proces. En heb je eigenlijk maar één belang en dat is het algemeen belang. Ik wilde gewoon dat daar een goede oplossing kwam voor iedereen. En ik denk dat dat nu met het voorstel wat er ligt, dat goed is. Natuurlijk met voorbehoud dat het natuurlijk de gemeenteraad
daarmee akkoord gaat, zoals het er nu ligt. Als je nou naar het pijnpunt krijgt, je zegt, legt echt de vinger op de zere plek. Jarenlang heeft dat voortgesleept. Ben Brink komt als wethouder. Ja. En binnen 3 maanden is het eigenlijk gedraaid. Of is dat te kort door de bocht? Nou, die uitspraak die mag u voor uw rekening nemen, dat weet ik niet. Omdat ik, dat zijn ook weer van die wat-als-scenario's. Mm-hmm. Ik denk wel dat uiteindelijk de tijd rijp was om hier een beslissing over te nemen. En ik denk dat... Het was nu of nooit? Nou, dat is het nog steeds. Het is eigenlijk nu of nooit. Maar ik denk dat je met de juiste club mensen, en die is er nu blijkbaar geweest, uiteindelijk inhoudelijk moet kijken van wat kunnen we. En het was voor niemand goed geweest als dit niet opgelost was. Of althans niet opgelost wordt. Dus dan is er maar 1 oplossing en dan moeten we zorgen dat we met z'n allen de koppen bij elkaar steken. En dat is gelukt. En mijn persoonlijke, ik hoop natuurlijk dat dit voorstel dat doorgaat. Ja. Ja, om uiteindelijk een mooi stukje te krijgen. Nou ja, dat is dus wat erachter zit. En het is niet alleen per definitie een oplossing voor meneer Reuvers. Het is een oplossing voor Tiel als hele gemeente. Want we hebben daar gewoon een heel mooi stukje grond liggen waar we iets heel moois mee kunnen doen voor onze gemeente. En ik hoop ook van harte dat gebeurt. Dat is altijd de insteek geweest. We hebben met de andere 2 gasten ook al gesproken over het zonnepanelenpark in Avezaath. Ja. PVDB is tegen. PVDB is tegen, om 2 redenen. A, willen wij niet in zo'n mooi landschap en in ons kostbare buitengebied überhaupt nadenken over een zonnepaneel. Want nu is het een zonnepaneel en de volgende keer ligt er weer iets anders waar we ook weer wat van moeten vinden. Mm-hmm. Wij vinden gewoon agrarische grond is voor agrarische grond. We willen fruitstad aan de Waal zijn en niet zonnepaneel aan de Waal. Dus dat is wat ons betreft geen discussie. Je wilt toch die opgave halen? Ja, ik wist dat die vraag kwam en daar hebben we natuurlijk ook wel als partij over nagedacht. Maar het is niet altijd per definitie aan ons om dat aan te dragen. We juichen dat wel toe, maar we willen het in ieder geval niet daar en dat ligt nu voor. Mm-hmm. En we snappen ook wel de omwonenden die daar toch wel behoorlijk protesteren. Die zeggen, ja, dit willen wij hier niet. Nee, die zijn bewust landelijk gaan wonen, of ja, die wonen landelijk. Ja, ja. Maar is het misschien koudwatervrees? Nou, dat weet ik niet. Of het koudwatervrees is. Ik denk als je ook in hartje winter met de zonnebril op door zo'n straat moet rijden, omdat de zon weer kaatst op de panelen, dan weet ik niet of dat koudwatervrees is. Dat neem je niet weg. Dus ik snap die vraag wel van u, maar ik denk niet dat het koudwatervrees is. Ik denk dat er wel degelijk die bezwaren gegrond zijn. Het proces, hoe gaat dat verder lopen? Dat weten we nog niet. Nee, maar goed, er moet concreet een bestemmingsplan aangepast worden, ja, om dat mogelijk te maken. Denk ik bij mezelf, als je dat nu voor 2 parken doet, geldt het dan voor het hele gebied? Nou, ook dat weet ik niet. En dat is uiteindelijk natuurlijk aan de gehele... Ja, dat weet ik niet. Dat is aan de gehele raad. Ik denk dat je uiteindelijk jezelf moet afvragen, wil je daar überhaupt zonnepanelen hebben in zo'n mooi stukje landschap? Ja, en als het antwoord daarop nee is, ja, dan kunnen ze van alles verzinnen, maar dan, wat ons betreft, komen ze dan niet. En dan moeten we kijken of we ergens anders wel een oplossing kunnen vinden. Nou, de toekomst zal dat uitwijzen. Ja. Het zijn spannende tijden, want de verkiezingen komen eraan in maart 2018. Ja. Jullie partijleider, laten we het zo maar zeggen, ja, die zijn jullie verloren. Ja. Hoe staat de PVDB ervoor? Ja, die vraag kan ik beter nu stellen. Waarom? Ja, jij bent van de PVDB. Ja, maar bij ons is er natuurlijk, wij hebben een verschrikkelijke periode achter de rug en daar zitten we eigenlijk nog wel in. Maar inhoudelijk denken wij dat daarin de boel alleen maar sterker geworden is. Ook als club in het algemeen. Dus ik vind het een lastige vraag om dat over onze eigen partij te zeggen. Ik denk dat dat is aan de mensen die straks opnieuw naar de stembus moeten. Ik vind het een lastig antwoord. Nou, wat gaat jouw eigen rol worden? Ga jij door? Wat zijn jouw ambities? Ik zou nog wel door willen, ja. Ja, maar uiteindelijk beslis ik daar zelf natuurlijk niet over. Mm-hmm. Ik kan hooguit zeggen natuurlijk aangeven of ik wel of niet door wil. En dan is het aan de mensen. Kandidaat stellen natuurlijk. Ja, en dan is het aan de mensen om daar iets van te vinden. En wij doen ons best en dat doen we met de hele partij. En anders dan moet je hier in dit vak, dan zit je verkeerd. Ja, duidelijk. Je staat inmiddels bekend als een man met passie. Hou dat vooral vol. Tot slot, wil je nog iets toevoegen aan dit gesprek? Nee, ik hoop dat we een leuke verkiezingsperiode ingaan waarin ik hoop dat iedereen de weg naar de stembus vindt. Dat hoop ik nog wel. Die oproep wil ik dan hier ook doen. Nou, ja. Dat hopen we dan met jou. Mag ik je danken? Dank je. Tot zover deze aflevering van het Koetshuis. We zijn er volgende week weer. Graag tot dan.